De laatste persconferentie van dit seizoen voor KSVO althans. Naast mij staat de trainer van Eendracht Aalst. Dat is Karel de Heesleer, die hier Eendracht Aalst gaat vertegenwoordigen. En KSVO bij ontstentenis aan de onfortuinlijke Stefan Leleu is de manager die hier vandaag het woord gaat voeren, Guido van den Abele, u wel bekend. Eerst de analyse van de wedstrijd vragen we aan de bezoekende trainer. Karel, wat is uw gevoel over de voorbije 90 minuten? Ik denk al wel een verdiende overwinning voor Eendracht Aalst, maar het leek mij eerder een voorbereidingswedstrijd als een echte competitiewedstrijd. Dus heel weinig tempo, heel weinig duelkracht, heel weinig grinta bij momenten. Dus wij zijn de eerste 20 minuten erbarmelijk gestart. Maar we zijn een beetje in de wedstrijd gekomen, maar ondanks de 2-4 winst was het zeker geen goede wedstrijd en zeker niet van Eendracht Aalst. Guido, wat vond jij van de kant van Oudenaarde? Ik ben het eens. We zijn goed aan de wedstrijd gestart. We komen ook op voorsprong. Maar op het moment dat we denken dat we de wedstrijd in handen kunnen nemen, komt Eendracht Aalst terug. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we vandaag met een heel jong elftal aan de aftrap zijn gekomen. Er stonden vandaag 6 eigen opgeleide spelers aan de aftrap. Je ziet dat je dan een klein beetje ervaring en routine mist om, om de wedstrijd in handen te kunnen nemen tegen een toch iets geroutineerder Eendracht Aalst. Maar dat nemen we onze jongens uiteraard helemaal niet kwalijk. Het was ook een beetje een rare wedstrijd voor ons met betrekking tot het mogelijke eindronde ticket. En dat speelt toch in het hoofd van de spelers. Ook al hebben we geen licentie aangevraagd. We kwamen in aanmerking voor dat eindrondeticket. En zelfs tot op de laatste minuut, bij wijze van spreken. Want als Racing Gent nog 1 doelpuntje maakt tegen Lokeren, dan spelen we alsnog die eindronde. Het is uiteindelijk daar 2-3 geëindigd. Dus ik denk dat dat allemaal toch bij de jonge man een beetje in het hoofd speelde. En dat heeft er toch mee voor gezorgd dat het inderdaad, zoals Karel zei, een eigenaardige wedstrijd was die eerder op een voorbereidingswedstrijd leek. Omdat er weinig tempo in de wedstrijd zat dan op een echte competitiematch. Dat klopt. We zijn vandaag de laatste speeldag. We gaan een keer terugblikken op 30 speeldagen. Bent u tevreden over het seizoen dat Eendracht Aalst heeft neergezet? Het zijn 34 speeldagen, maar tot mijn nieuwjaar hebben wij een heel degelijk tot goed seizoen gespeeld. Na nieuwjaar was dat desastreus. Dat heeft vele redenen. Dat zijn niet alleen sportieve redenen, er zijn ook extra sportieve redenen voor. Het was een heel moeilijk seizoen. Bij momenten heel moeilijk werken. Maar uiteindelijk rechten we onze rug nu de laatste 3 wedstrijden met 9-9 tegen toch niet de minste ploegen. En dat geeft ons toch weer hoop om die eindronde aan te vatten. Bij KSVO was het dit seizoen vooral een leerrijk seizoen. Want we hebben ontdekt hoe rijk we zijn aan jeugdproducten. Ja, dat klopt. Een beetje noodgedwongen. Hè? We zijn nochtans, dat is men misschien al vergeten, heel goed aan het seizoen gestart. We stonden toen na 3 wedstrijden denk ik als eerste in het klassement. Nadien hebben we te veel kwetsuren gehad om een voltallig, volwaardig elftal op de been te kunnen krijgen met voldoende ervaring en routine. Maar in die periode hebben we natuurlijk wel heel wat jonge spelers de kans kunnen geven, jongeren, die uiteindelijk hun kans hebben gegrepen en die hier nu nog altijd op het veld staan. Dat heeft uitgemond in 10 wedstrijden waarin we, zoals gezegd, bijna nog dat eindrondeticket via de derde periode hebben afgedwongen. En dat geeft ons natuurlijk veel vertrouwen voor de toekomst. Als je ziet wie er vandaag op het veld stond en hoeveel minuten en wedstrijden zij dit seizoen hebben gekregen, hoeveel ervaring ze hebben opgedaan en welke prestaties ze vandaag neerzetten, ik ga geen namen noemen, dan geeft dat ons veel vertrouwen voor de toekomst. En we hopen natuurlijk dat ze verder kunnen groeien, maar het is voor ons als KSVO zeer belangrijk dat we integratie krijgen met de regio. Wij zijn geen club van 100.000 inwoners. We zijn een club die het moet halen uit de regionale werking. En dan is een uitstekende jeugdwerking zeer bijzonder en zeer belangrijk voor ons. We werken heel hard aan die jeugddoorstroming. Ik ben onze jeugdmensen enorm dankbaar voor de kwaliteit die zij leveren elk jaar opnieuw. En de jeugdproducten die zij laten doorstromen naar het eerste elftal.
Het is natuurlijk Stéphane Leleu met zijn team die erin slaagt om zich klaar te stomen voor het grote werk. Jammer dat Stéphane er niet is, maar zeker een pluim ook voor hem voor wat er dit jaar is gepresteerd op dit vlak. Oké, nog één vraagje om de persconferentie af te ronden. Voor Eendrachtaals is het seizoen nog niet gedaan. Is overgaan naar eerste een must voor Eendrachtaals? Dat is geen must, maar de ambitie is er wel. Maar dat het een must is, nee. Maar het is wel de bedoeling dat we zo lang meegaan. En ene keer ja, dat je in die flow zit of blijft, zou het wel eens kunnen lukken. Maar ik denk dat wij niet een topfavoriet zijn. Allee, iedereen zegt dat, maar ik denk dat dat echt wel zo is, dat wij een topfavoriet niet zijn. Maar als je een eindronde aanvat, dan mag dat wel met gezonde ambitie zijn. Ik zeg wel gezonde ambitie. Karel, ik wens u in elk geval veel succes in die eindronde. En bedankt om langs te komen na de wedstrijd om even na te praten. Nog één vraagje aan onze manager. Het seizoen zit erop. Straks gaan we dat afronden met een pakje friet en een frikandel. Maar uw werk is wellicht nog niet gedaan. Hoe ziet u de toekomst voor volgend seizoen? Gaan we er dan ook ambitieus tegenaan? Well, mijn werk is nooit gedaan. Hè. Dus er is altijd werk op de plank. Maar het grootste deel van de voorbereiding voor volgend seizoen is gebeurd. De kern staat vast. Het enige wat nog niet definitief is, is Jarno. Daar is de grote kans dat hij zal vertrekken. Maar dan moeten we zien wat we daarmee doen. Naar spelers toe. Dit jaar, vandaag hebben we het ook gered zonder Jarno. In de centrale verdediging. Robbe heeft dat ook goed gedaan. Dus we gaan kijken wat we doen. Voor de rest zijn wij volop bezig met de voorbereidingswedstrijden van het seizoen. Zoals je weet starten wij graag met enkele wedstrijden tegen eerste klassers. Gaan we opnieuw doen. We gaan aantreden 23 of 24 juni gaan we aantreden tegen Anderlecht thuis. We gaan op 28 juni spelen wij thuis tegen Kortrijk. En op 30 juni komt Dender op bezoek. Dan stoppen wij terug 2 weken en gaan we door met de voorbereiding van het seizoen. We hebben een aantal spelers aangetrokken, opnieuw vanuit ons eigen DNA. Yves Bohué komt terug. Yves is een jeugdspeler die bij Ossa Brakel en dan bij Gullegem heeft gespeeld. Komt onze rangen terug vervoegen. Rune van den Borre komt erbij vanuit Deinze. Om als targetspits ook een volwaardig targetspits alternatief erbij te hebben voor Jérôme. En dan hebben we een tweede doelman in de plaats van Seuren die aan de winterstop is vertrokken met Simon van Brussel. En daar gaan we mee starten en dan zien we wel hoe we centrale verdediging, hoe we het mogelijke vertrek van Jarno oplossen. Oké, ik dank mijn twee gesprekspartners. Ik wens iedereen van KSVO een deugdoende vakantie. Ik wens Eendracht Aalst veel succes en we zien elkaar zeker terug volgend seizoen. Success, huh?